Goedemiddag! We zijn er weer. Nou, echt waar, ik heb jullie gemist. Jij is ook gemist? Ja, heel erg. Jeetje. Wat heb je op je hoofd? Ik heb op mijn hoofd een fantastische kroon die eigenlijk voor Brandon bedoeld was, maar Brandon die wil die niet op. En waarom is deze kroon? Want er staat een 1 op, want Brandon is 1 jaar geworden! Ja, voordat we nou gaan vertellen wat we allemaal gaan doen de komende maanden, gaan we eerst maar eens even naar de beeld kijken van zijn verjaardag. Ja. En dan kan Brandon naar bed en dan gaan wij verder. Is dat goed? Heel goed plan. Lang zal Brandon leven, lang zal Brandon leven, lang zal Brandon leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippiepiep, hoera! Hippiepiep, hoera! Ja, blazen jongen. Wauw! We zijn er weer. Hoe ziet er de deur uit? Ja, jarige Job slaapt. Best vermoeiend, die kinderfeestjes. Hè? Mijn god. Zit je? Nou, maar hij vond het ook vermoeiend. Maar wat heeft hij leuk gehad? Wat gaan we allemaal doen de komende maanden? Wat gaan we allemaal doen? We hebben natuurlijk de beurs, Bobby Eats Lovers Land. Oh mijn god, schatje. Niet achterom kijken. Ik zie gewoon de verlichting. Wanneer is het? 27, 28, 29 oktober. Je bent op tv, hallo. Echt waar? Ja, echt. Poeh, dus we moeten nog een hele maand heel hard werken om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Jammer dat je het zelf niet kan zien. Nee, ik mag me nog niet omdraaien. Ja, anders moeten we nog een uur wachten. Nee, dat is zo. Dat is zo. Spectaculair, maar ik heb het gefilmd hoor je, schat. Heel goed, dan kan ik het nog terugzien. Maar... We zijn in de hal geweest. Wij zijn al in de hal geweest. Super tof, toch? Zullen we eens even kijken? We gaan even kijken. Mm-hmm. Oh. Rotterdam, ahoy! Ahoy! Mogen hier wel zijn of niet? Nou, ik mag hier zijn. Voor jou is het toch de vraag of jij naar binnen mag. Maar ik heb connecties, weet je. Okay. Ga even mee. Ik ga mee, ja. Je hebt het ook nog niet gezien, hè? Nee, ik heb het ook nog niet gezien. Nee. Spannend. Ook, spannend. Woehoe. Trekker staat er ook op, toch? En... treed binnen. Jezus. En nu is het nog leeg. Tada! Nou, dat wordt nog een hele kluif, hoor. Dat wordt een hele kluif? Dat wordt nog een hele kluif, ja. Nou, je voelt je wel een klein miertje als je daar staat. Het is echt heel groot daar. Hè? Het klinkt ook een beetje... Oh, echo, 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 echo. Ja. Eigenlijk schrok ik een beetje. Hè? Nee hoor, dat wordt helemaal te gek. Nee, tuurlijk, maar ik dacht in één keer van wauw, nu is het gewoon helemaal leeg. En dan staat het dadelijk gewoon vol. Wordt dat is toch te gek? Dus dit hoort er ook nog bij? Dit komt er nog bij. Of is dit, dit is backstage, dit is mijn kleedkamer toch? Jeetje. Hè? Nee, maar dat we hier binnen zijn mag natuurlijk eigenlijk ook niet. Zal er een sleuteltje in moeten? Nou, doe het maar niet. Mag ik het niet doen? Nee, doe maar niet. Oké. Zal er ook niet een toetertje op zitten? Doe maar niet. Oké, we doen het niet. Koen en Sander komen lekker draaien. We gaan een gek Halloweenfeest gaan we geven op de zaterdag. Ik heb er super veel zin in. Kaartjes zijn maar €15, dus het is hartstikke goedkoop. Mm-hmm. Drie dagen lang. Dus, drie dagen lang feest. Dus daar zijn we heel druk mee, ja. De komende paar weken. En? Zal ik het dan maar eindelijk zeggen? Het gaat eindelijk gebeuren, hè? Haakbok is klaar! En die komt dan, wat is het dan volgens mij? 1 november. Maar volgens mij is die op 31 oktober komt die al uit. Ja, maar 1 november ga ik hem presenteren op de Creadoel. En wat is de Creadoel? De Creadoel, dat is de beurs waar, ja... Voor alle handwerkmensen, voor de creatievelingen onder ons. Een hobbybeurs. Het is een hobbybeurs. Waar is dat? Utrecht jaarbeurs. En ik ben eigenlijk heel blij met het boek. En ik hoop natuurlijk dat iedereen het heel gaaf vindt. Heel goed. En kan ik een tweede boek op mijn naam zetten? En de komende week ga je ook nog heel veel tripjes maken naar het buitenland voor televisie. Dus daar gaan we ook, zodra het mag, gaan we daar wat beelden van laten zien. Hoe gaat het met Lijn eigenlijk? Nou, vandaag ging dat even niet zo goed. Nee. Maar we doen nog steeds goed ons best. Heel goed ons best. Ja, en ik merk het ook echt.
Hey, ik kan maar één ding zeggen, we zijn er weer. Mm-hmm. Ik denk dat we het moeten afsluiten voor deze week. Ik denk het ook. Ja? Ga jij het zeggen dan maar? Zullen we het één keer dan samen doen, omdat het weer de eerste keer is? Oké. Einde bericht.